Mijn naam is Bert Natte. Ik heb een boek geschreven, een roman die zich voor een deel afspeelt in Baren. Die heet Hoe staat het met de liefde? En de hoofdfiguur Maria Hinkelbein die komt aan het begin van het boek op dit station aan als ze de trein uit Utrecht heeft genomen, de laatste trein. En dat gaat als volgt. In Utrecht stapte ik over op de laatste sprinter naar Baren. Waarom voelt het altijd of ik aan het weggaan ben als ik dichter bij huis kom? Ik stapte als enige uit op het eindstation Baren. Bij de taxistandplaats vertrok met gierende banden een auto, gevolgd door een andere wagen die al even hard wegscheurde. Ik daalde de trap af naar de voetgangerstunnel onder het spoor. Altijd een beetje eng. Ik pakte mijn telefoon uit mijn tas om, mocht ik worden lastiggevallen, te kunnen doen alsof ik mijn hele sterke vuurwapengevaarlijke vriend aan de telefoon had die elk moment hier kon zijn om mij op te pikken met zijn vrienden van de motorbende, terwijl ik in werkelijkheid eenzaam op mijn fietsje naar een leeg huis zou peddelen. Maria die loopt de trap af van de voetgangerstunnel en die komt dan hier aan en dan ziet ze het volgende. Beneden, in het witte licht van de TL-buizen. Ogen die me aanstaren, een man in een plas bloed. Mijn benen voelen slap. Ik zak bijna naast hem op de grond. Ik moet hem helpen, maar ik kan niet. Misschien is hij al dood. Ik laat mijn telefoon haast uit mijn hand vallen en stop hem snel in mijn tas. Ik zou hulp moeten halen, het alarmnummer bellen. Hij is dood. Dit is de blik van een dode. Deze ogen kijken niet, deze ogen zien niets. Een gil onderdrukkend loop ik het lijk voorbij. Ik glij bijna uit en begin dan te rennen. De tunnel uit, de trap op, weg hier. Dit heb ik niet gezien. Een paar dagen nadat Maria in de voetgangerstunnel naar haar idee dode man heeft gezien, is ze op een boekenbeurs geweest, want ze is boekhandelaarster van haar vak. En dan stapt ze hier achter mij in de fietsenstalling op haar fiets. Tenminste, dat wil ze doen. Als ik in de stalling op mijn fiets stap en ik mijn jas en mijn jurk wat omhoog trek, voel ik een blik ongegeneerd langs mijn linkerbeen omhoog glijden. Hij begint bij mijn enkel en gaat via mijn kuit naar mijn dij, die tot rakelings onder mijn billen bloot moet liggen. In een nette panty weliswaar, maar even goed. Ik aarzel en daardoor val ik bijna om, met fiets en al. Iemand grijpt me beet. De viezerik die naar me stond te loeren natuurlijk. Je hebt je toch niet bezeerd, vraagt hij, terwijl hij me blijft vasthouden. Gadverdamme, niet hier, niet nu. Nee, bits ik, en poten thuis. Ik stap af en kijk hem aan en ik herken hem meteen. Wiggel, Allard Wiggel, de schrijver, de beroemde schrijver. Achter de toonbank in mijn winkel heb ik een poster van hem hangen met erop de loftuiting van een recensent. Een virtuoos voor wie taal is wat klei is voor een beeldhouwer. Nadat Maria de schrijver Allard Wiggel heeft ontmoet op het station bij de fietsenstalling, gaan ze samen naar een café, het enige echte bruine café van Baren. En daar drinken ze aardig wat bier en dan tegen sluitingstijd gebeurt er het volgende. Even na middernacht worden we beschenen door de rode ster en de volle groen-witte Heinekenmaan die aan de gevel van het café brandde. De kroegbaas doet de deur op slot en trekt de dikke gordijnen voor de ramen. Wiggel staart naar de dichte deur en stelt vast, shit, hij heeft ons opgesloten in de nacht. Redelijk vastbesloten niet met hem naar bed te gaan, laat ik me na een broodje shawarma bij de verder verlaten Egyptische snackbar in de enige vreedsteeg van dit dorp gedwee meetronen naar het huis van zijn vader. Het is vlakbij, volgens hem kunnen we lopen. We zwalken door straten die ik niet ken en het is bewolkt, geen ster en geen maan meer aan de hemel. Maria die komt uit het café met Wiggel en dan gaan ze kijken bij zijn huis, of het huis van zijn vader eigenlijk. En dan lijkt er zich een romans te ontspinnen, maar zo gaat het helaas voor allebei geloof ik niet. En ze nemen afscheid voor het café en dan fietst ze naar huis. Maar onderweg komt ze vreemd genoeg met een rare omweg bij dit parkje terecht. Bij het parkje op het stationsplein spring ik van mijn fiets. Hurk tussen de cipressen en laat mijn plas lopen, die dampend tussen mijn schoenen stroomt. God verhoede dat een van mijn klanten uit de boekwinkel me hier aantreft. Ondertussen pak ik het bouwpakket van mijn telefoon uit mijn zak en knutsel ik het ding in elkaar dat Wiggel net uit mijn handen sloeg. Gek genoeg doet hij het nog. Als aandenken aan de grote schrijver zit er alleen een barst in het glas van de display dwars over de foto van mijn zus op het beginscherm. In de fietsenstalling van het station heeft Maria Hinkelbein kennis gemaakt met de beroemde schrijver Allard Wiggel. En op een dag komt ze hem weer tegen in de buurt van het station, hier op het stationsplein. En dan loopt ze met hem de tunnel in, langs de plek waar ze eerder
de, naar haar idee, dode man zag. En dan gebeurt er dit. In de voetgangerstunnel wijst Allard Wichel op de plek die ik maar al te goed ken en die nog zichtbaar lijkt als een vaalgroene schaduw op het beton. Hij vertelt dat hier zijn oude vriend Jason is gevonden, met een kogel in zijn hoofd. Je kent hem wel. Ik weet niet wat ik moet zeggen en ik vlucht de trap op. Waarom gaan dingen zoals ze gaan? Waarom gebeuren ze niet los van elkaar? Waarom heeft alles overal mee te maken? Boven grijp ik een prullenbak vast. Als er nu een goederentrein passeert, sta ik niet in voor mezelf. Living on the edge. Het klinkt zo spannend, maar het is beklagenswaardig. Had gekund, zegt hij, als hij ook op het perron is. Hij is operaregisseur, Jason Lowy. Zijn moeder woont hier nog, net als mijn vader. Leuk stel, probeer ik lachend te zeggen. Maria Hinkelbein is boekhandelaarster in de beste Barendse boekhandel. En dat is een boekhandel die ik heb verzonnen en die erg lijkt op deze boekhandel. Dat is boekhandel Den Boer in Baren. Hier heb ik 10 jaar tegenover gewoond en daardoor leek het me een mooie locatie om haar te laten werken en hierboven laten wonen. En ze beschrijft nu een koopavond in ons dorp in de winter. Op vrijdagavond komen er steeds minder klanten. Ik zou net zo goed dicht kunnen gaan, zoals veel andere zaken in de straat doen. Maar deze winkel heeft nogal een lange geschiedenis en er zijn klanten die het me nooit zouden vergeven. In de Witte Winkelstraat brandt nog steeds de kerstverlichting, ook al is het januari. Het sneeuwt zo hard dat geen mens zich op straat laat zien. Over mijn schouder kijkt Wichel vanaf zijn poster mee de verlaten winkel door. Daar gaat toch een gebogen gestalte onder een donkere paraplu. Ik kijk of het een collega winkelier uit de straat is, maar ik herken hem niet. Het is een moeilijk lopende man. De man die Maria beneden in het tunneltje heeft zien liggen, die blijkt nog te leven. En ze hebben elkaar leren kennen. En dan gaan ze op een ochtend, op een zondagochtend, vanaf het huis van zijn moeder, lopen ze naar het station, omdat hij de plek gaat bekijken waar hij gevonden is met een kogel in zijn hoofd. En waar Maria hem heeft gezien, maar dat heeft ze nooit aan hem verteld. Hand in hand zijn we door de sneeuw naar het station gegaan. Onderweg waren we uitgelaten, verliefd, denk ik. Het leek of hij alweer beter liep dan toen ik hem leerde kennen. Het zal eerder zo zijn dat ik eraan wen. Nu staan we elkaar vast te houden bij de voetgangerstunnel. Vanmorgen aan het ontbijt zei hij dat hij hier echt naartoe wilde. Met mij. Ik stemde in. Natuurlijk stemde ik in. Hoe zou ik hem dit kunnen weigeren? Maar ik hoorde een stemmetje in mijn hoofd dat fluisterde. Hij heeft je door. Dit is een val. Hij weet wie je werkelijk bent. Daar ben ik bang voor. Dat ik iemand vertrouw die mij erin wil luizen. Het is nog erger. Ik ben altijd bang ontmaskerd te worden. Ga je mee? Vraagt hij. Hij ziet er niet verdrietig of bang uit, vind ik. Maar ik ken hem nauwelijks. Ik ken hem eigenlijk helemaal niet. En hij kent mij niet. We weten weinig van elkaar, al zijn we een etmaal samen. Het is rustig in de buurt van het station. Zondagmorgen, 22:30. Op het perron waar de trein naar Utrecht vertrekt, staat een ouder echtpaar te wachten. Van die mensen die zo op tijd zijn dat ze de vorige trein net missen. Ze houden elkaar vast en ademen wolkjes condens uit. Ik kijk Jason nog eens aan. Kom, zeg ik. Hij fluistert, wacht. Hij vertelt. Het was al laat. Jason kwam hier aan, maar de laatste trein naar Amsterdam was net vertrokken. Hij had geen zin om in zijn ouderlijk huis te slapen en daarom zocht hij een taxi. Hij kijkt een beetje dromerig voor zich uit terwijl hij het vertelt. Er stonden 2 taxis met de voorkanten bijna tegen elkaar, alsof ze elkaar een kusje wilden geven. Die avond zit vol gaten. Ze hebben hem in elkaar geslagen, van de trap gegooid. Waarom weet hij niet meer. Hij was nog bij kennis toen hij beneden aan deze trap lag. Aan deze trap, vraag ik. We staan bij spoor 1. Ja, hier beneden. Maar ze hebben je onderaan de trap naar spoor 2 gevonden. Is dat zo? Hoe weet jij dat? Wichel, zeg ik snel. Allard Wichel, die liet het me laten zien. Maria werkt in de boekhandel hier beneden en hierboven woont ze. En op een avond, op haar verjaardag zelfs, hoort ze een vreemd geluid beneden. Dat lees ik nu voor. Ik kom net uit bad, waar ik mijn best deed om de telefoon te negeren. Met alleen een handdoek om sta ik voor de open deuren van het balkon aan de achterkant van mijn huis te huiveren. Geen sterren, geen maan, geen man. De telefoon in mijn tas binnen gaat over.
Mensen bellen mij, sms'jes stromen binnen, maar ik kijk niet. Ik neem niet op. Dat komt morgen wel. Ik hoor een vreemd geluid in de winkelstraat aan de andere kant van het huis. Staat er iemand in het portaaltje? De bel gaat. Wie kan dat zijn? Ik sluit de balkondeuren van mijn slaapkamer en schiet mijn nachthemd en sloffen aan. Daarna loop ik voorzichtig naar beneden met de telefoon in mijn hand. Zo te zien is er niemand. Meestal zijn het jonge lui of is het een dronken man. In de etalage van de boekhandel branden de spots. Lisette, mijn trouwe hulp, heeft de filmeditie van Apenverdriet van het boek van Allard Wiggel in grote stapels neergezet. Met wat pluche aapjes erbij en een boom van papier-mâché. Waarom ga ik niet naar buiten om te verdwijnen in deze donkere nacht? Dan zie ik in het portaaltje iets staan. Wat is dat? Ik doe de deur open. Ik schrik me rot. Mijn eerste gedachte is een bom. Mijn tweede, een grap. Mijn derde, een vergissing. Mijn vierde, ik ben jarig. Het is een tas. Een linnen boodschappentas. Er zit een doos in. Met een strik eromheen. Op die doos staat met viltstift geschreven: voor Maria, al hier. En als u wilt weten wat er in die doos zit, zult u toch het boek moeten lezen.